handeloos. Een vriendin van me zei laatst, als je wakker wordt, als je 60 bent, boven 60, en je wordt wakker en je hebt geen pijn, dan weet je zeker dat je dood bent. Maar ik ga lekker nog niet dood hoor. Ik word heel oud. Heel oud word ik. 80, 100. Maar dat wil niet zeggen dat ik zorgeloos daar naartoe ga. Want ik denk er wel over na af en toe. Ik denk bij mezelf, hoe gaat dat? Gaan ze me kleinschalig onderbrengen? Of hoe is het dan? Weet je dat ik ergens ben ondergebracht en ik lig in bed, bloot, komt er een zuster binnen, professional, en die trekt de gordijnen op. Goedemorgen mevrouw Maturin! Ik denk, ik ben Maturin. Weet je, zo. Lekker geslapen! En daar lig je dan, bloot. Alles wat je hele leven hebt kunnen verbergen, is te zien. Hamburg. Micropenis, doornagels, kalfnagels, alles. Nee, daar moet je niet aan denken. Of moet je denken aan mantelzorg. Hé, participatiemaatschappij. Dus je moet nu al regelen of er iemand is die een mantel wil aantrekken voor jou. Stel je voor dat je vanwege je geaardheid kan. Dat je vanwege je geaardheid geen contact meer hebt met je familie. Stel je voor, je hebt mantelzorgers nodig, dus dan moet je naar dat familielid gaan. En dan zeg je, ik heb je jaren geleden een kortzichtige lul genoemd en dat je de stroom kon zakken. En dan wil ik je vragen of je stukje tegen mijn ramen wil zien. En dat je drie keer per dag mijn luier wil verschillen. Facebook-vriend die mijn luier wil verschonen. Hoeft niet direct en niet allemaal gelijk. Weet je, dat zijn van die momenten dat je toch wel nadenkt over hoe moet dat nou? En als het me te somber wordt, dat gebeurt wel eens. Je hoeft geen mooi weer te spelen. Dat doe ik bij jouw Facebook doen. En dan, als ik het zo voel, dan ga ik naar de markt. Dus ik loop naar de markt laatst, hè. Zie twee jonge mannen aankomen, zo deze houding. Met de fiets. Houden ze die fiets vast. Dus ik kijk naar ze, ik denk, als ik me vraag om een fiets te kopen, ik bok je. Hé, zegt die ene. Je ziet Maturin. Bent u daar? Ik zie u nooit meer op televisie, ik dacht dat u dood was. Ik was blij toch, dat ze niet verder zijn, hè? Ze lopen gewoon zeggen tegen me van, mooi, we waken over u, we waken over u. Ik denk, waken over mij, niet over mijn fiets. Maar ik loop dus door naar de markt, want dat maakt me vrolijk, weet je, die marktpopelijk, gewone mensen. Kom ik nu op de markt, eerst wat ik hoor, marktpopman. Stevige marktkoopman. 3 BH's voor 10 euro. Daarvoor laten ze toch niet hangen. Dat is niet de markt. Droge mop krijg ik, man. Goedenavond. Dag alle mensen, dag iedereen. Laat me dit vastmaken zo, want dan gaat het aan mijn doekje vast. Zo, goedenavond. Goedenavond. Zo, laat me kennis maken met die mensen die me niet kennen. Ik heb het opgeschreven. Ja, kijk het hier. Is mijn naam. Ik schrijf het altijd met 2 A's. Maak een foto. Ja.
Ik schrijf het altijd met twee A's, speciaal voor de witte mensen. Ja, dat je weet dat je het moet rekken, meneer. Tante. Dus niet tante, maar tante. Het is eigenlijk consultante. Maar die consul laat ik weg. Ik ga hier voor je staan. Maar niet van onderaf mijn neus gaat, hoor. En aan de achterkant heb ik het geschreven. Ja, dat moet je tegenwoordig gewoon bij je hebben. Want als ik het niet heb, dan misschien denken ze dat ik van Syrië kom. Dus mijn naam is Tante. En ik ben Digiholic. Digiholic. Als ik alcohol nam, dan was ik alcoholist. En ik ben er vanaf, moet ik je eerlijk zeggen, Godzijdank, ik ben er vanaf, maar je blijft het wel. Dus ik ben niet meer verslaafd, maar ik noem mezelf een stokdikkie-holler. Zo, het was erg hoor, het was vreselijk. Ik kan je eerlijk zeggen, durf ik niet te onderkennen. Ik werd wakker, gewoon met mijn hand op mijn muis. Dat wat het ergste was, wanneer ik wakker werd om te gaan plassen, ik nam mijn iPhone mee naar de wc. Want alles wat er werd gepost, op Facebook bedoel ik, alles likte ik. Like. Mm-hmm. Ik had meer dan 4723 vrienden. Binnen een paar seconden dat ze iets hadden gepost, had ik het geliked. Het was echt heel erg, heel erg. En dat zagen ze ook toen Stanley, jullie kennen Stanley. Stanley, ik heb hem gekweekt. Hij heeft een gouden tand, hij houdt van veel goud. Ik heb hem nooit gezien. Ja, hij staat meestal op de hoek. Hij heeft een gouden kettingen en hij heeft zo'n ketje achterstevoren. Wanneer je hem ziet, zo ziet staan op de hoek, echt heel veel vol, heeft hem ook nooit gezien. Ja, misschien moet hij wel blij zijn dat hij niet heeft. Maar er zijn mensen die gaan echt een bocht om hem heen maken. Dus maak je schrik. Kijk, ik heb hem dus zelf niet gekregen. Ik heb hem gekweekt. Dat wil zeggen, kan jij die mensen zeggen wat gekweekt is? Aangenomen. Ja, aangenomen. Maar ze hebben een moeilijke naam hiervoor. Adoptie, ja, dat is met een heleboel papieren, maar wij nemen ze gewoon. Dus wat het is, hij is uit mijn eigen buik gekomen, want dan we toch zo bij elkaar zijn, die deuren zijn dicht. Kan ik jullie zeggen, ik heb zelf een nooit kinderen gekregen. Ik ben Moonu. Moonu. Dat is echt mijn 10 vingers. Ja, mijn 10 vingers. En dat valt me prima. Ik ben Surinaams kampioen dames enkel spellen. En ik doe het veilig. Maar dan wat ik jullie was aan het vertellen, dat ik altijd bij me wat je weet, maar nooit. Dus wat ik jullie was aan het vertellen, Stanley heeft me er vanaf geholpen. Hoe hij zag dat ik zo verslavend bezig was met dat Facebook, gebeurde echt dat media ding. Toen is hij bij me gekomen, kun je niet meer verstaan achteraan. Nee, want dan zie je mensen kijken zo, als ze mijn gezicht zien, zeggen, zullen we er wel kunnen verstaan? Is niet de eerste keer, ik maak het vaker mee. En ik weet, het komt nou door dat doekje. Maar wat ik dan altijd zeg, luister, ik heb hersens onder mijn doekje hoor. Dat doekje is juist om die hersens te beschermen tegen invloeden van buiten. Dan wil ik ook erover praten. Zegt hij tegen me, hij weet niet of hij volgend jaar komt, want hij kan al die veranderingen niet bijbenen. Toen ben ik boos geworden. Ik zeg, als ik die kan bijbenen, dan neem een paard of een zebra. Dat ik bezig ben bij te benen alle veranderingen. Nonsens. Maar ik hou van hem. Dus weet je, ik wil met hem praten. Ik zeg, laten we praten. Laten we niet discussiëren. Laten we gewoon praten. Laten we. Ik hou van hem. Weet je, ik hou van hem.
wat ik tegen me zeg, als ik hem die vraag stel. Zegt hij tegen me, laten we gewoon gezellig doen. Hoe zegt hij dat tegen me? Hij zegt, laten we gewoon gezellig doen. Dat soort dingen zegt hij tegen me. Weet je hoe dat voelt als je van iemand houdt? En dan kan je niet gewoon echt zeggen, echt het erover hebben wat je voelt. Dan vraag ik me af, is het liefde? Of is het tolerantie vanuit pragmatische overwegingen? Het is niet leuk hoor, het is echt niet leuk. Dan weet je wat het is niet meer, hè? Wat ik nog vind? Wat het nog veel erger maakt, hij is een bisschop. Dus de paus is zijn baas. De paus wil niet dat ik op zijn schoot zit. Nee, de paus wil niet dat hij komt. En dan kan ik koud worden, want ik denk die paus, wat heeft die paus ermee te maken? Allerlei dingen zegt die paus. Pil mag niet, condoom mag niet. Heeft die laatst tegen mensen gezegd, nog steeds mogen die dingen niet, maar ze moeten geen kinderen maken als konijnen. Dan denk ik, hou je mond, je weet niet eens hoe jouw eigen wortel eruit ziet. Dat kan ik niet met hem bespreken. Want ik vind het beestachtig. Als hij tegen die mensen in Afrika zegt dat ze geen condoom mogen gebruiken. Ik bedoel, het was in Afrika waar die rubberplantages tot onkende bloei zijn gekomen. Dan mogen die mensen hun eigen rubber niet gebruiken. Ik hoop dat je net hebt genoten zoals ik heb genoten bij Jetty Maturin. Het is alweer een paar dagen geleden, maar ik heb nu pas geëdit. Geniet! Ja. Abonneer, subscribe, comment, reageer, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Lieve comments. Lieve comments, anders komt ook Prins even langs. Zo, weet je dat ook. Als je dat maar weet. Nou, Kat, zeg jij ook eens wat? Nee, Kat zegt niks. Kat zegt niks. Nou. Dag! En by the way, het is best wel raar om een videootje te maken in het Nederlands. Ik doe normaal gesproken altijd in het Engels. Maar het komt helemaal goed. Dag!